Dit is weer een heel bijzonder potje, want ik zie hier love, hartjes, ik zie hier een bloem, ik zie hier een neervallend iets en ik zie hier een soort bergen en een dobbelsteen en een schelp. Leg uit, Mark, wat zien we hier? Het neervallend iets is zijn de zonnestralen die vallen op de bergen. Ja. Waar wij rijden in een campertje met kindjes erin. En dan rijden we op een hele zonnige dag met prachtige witte wolkjes en blauwe lucht. De bergen tegemoet, steeds hoger en weer afdalend en weer omhoog. Achter elke top ligt weer een nieuwe top. En het blauw is voor die blauwe lucht, hè? Even niet bewegen, ik ga nog een hartje tekenen. En nieuwe kansen. Verschijnen aan de horizon. En wat is dat bruin ding? Is dat een drol of is het een... Nou, je mag in de natuur poepen, maar het is de camper. En waar staat die camper voor? Totale vrijheid. Om te gaan en staan waar je wil. Juist. En wat is er... Want een top is... Een top bereiken is heel symbolisch. Hoe ziet het eruit, zo'n top? Oh, een heel mooi uitzicht. En jij had het erover namelijk dat het totale rust is, dat er weinig afleiding is. Wat zei je nog meer over die berg? Waarom een Dolomiet bijvoorbeeld? Lekker leeg en rustig. En wat, is dat iets wat je nodig hebt in je leven nu, op dit moment? Bezinning. Bezinning, geen afleiding? Geen afleiding, maar focus. Focus naar de focus. Top. Focus, blijf op de weg ook. Blijf op de weg inderdaad, ja. Scherpe bochten. En achter elke bocht zit er misschien ook weer een uitdaging. Dat bedoel ik. Daarom de dobbelsteen. De dobbelsteen. En ook, als je focus hebt, dan is het niet erg wat er komt achter de berg. Want dat kan je gewoon aan, omdat je gewoon, je hebt overzicht. Ja. Oh, de berg is ook misschien overzicht. Ja, hoe hoger je zit, hoe beter het overzicht.